koud. Goedemorgen jongens en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben net terug van het ontbijt en we gaan nu lekker naar Universal Studio. Oh mijn god. Ik ben niet echt een fan van attractieparken. Ook niet echt een fan van achtbanen. Maar het weer is top. Dus het moet vast goed komen. Ik laat me gewoon lekker meeslepen. Ik ben even aan het wachten op mijn ouders en Shane en dan kunnen we gaan. Dus ik ga jullie lekker meenemen. Ja, die ja. Yo! Hey, China man, we've been practicing to be on America's Got Talent. Simpson geweest en Harry Potter. En zeg maar, ik was fucking bang bij Harry Potter, maar het viel reuze mee. Maar ik hou gewoon niet van achtbanen. En nu zijn Patrick en Shane naar, ik ben helemaal aan het bijkomen, naar de Transformer, die zit zeg maar daar. En mijn moeder en ik zijn even bij Starbucks wat eten, dus ja. Maar het is wel echt zo ongelooflijk leuk hier. Maar ik was wel grappig, want Shane was zeg maar niet bang en ik was echt aan het trillen. Ik denk, oh god, daar gaan we. Maar goed, die leeft nog, dat scheelt. Nou jongens, hebben we even een korte pauze gaan we maken. We gaan even gaan lunchen. Helemaal heel leuk. Wat gaan we doen voor challenge? De wormen challenge. Hand? Ja. Oh, je hebt kleefhanden. Sukkerspienhanden. We gaan een beetje lopen, omdat waarom? Vinden we leuk. We moeten even wachten. Dus wij gaan gewoon even lekker wandelen. Maar hoe vond je Universal Studios? Top. Ja, ik ook. We gaan zo terug natuurlijk. Ik wil nog in Shrek. En misschien Transformers. Juist. En... ook nog meer? Ik heb er nog eens gezien. Spider-Man? Nee, dat is een achtbaan, hè? Nee. Verschrikkelijk. Nee, Spider-Man is precies hetzelfde als de Transformer. Oké, want ik hou niet van achtbanen. Wel leuk zo'n weggetje. King Kong. King Kong. Nou, jongens, wij lopen even een stukje en dan lunchen. En dan richting het park weer. Zo koud. Kan je niet. Dat is waar, dit is echt. Die vrouw die gaat. Dat is wel lekker. Ah. Nou, we gaan een sjaal voor je kopen, kom. Ik ben weer terug in het hotel. Shane is nog met mijn stiefvader in het pretpark. En mijn moeder en ik zijn maar gaan winkelen. Ja, ik was toch niet echt fan van al die attracties. Ik dacht, ik sla lekker over en ik ga lekker met mijn moeder op stap. Morgen staat Disney op de planning. Daar heb ik echt heel veel zin in.
Omdat het toch wel een soort van, ik ben altijd in Disneyland Parijs geweest, best wel vaak, maar nooit in Amerika. Dus daar kijk ik wel echt naar uit. Wacht even, moet ik even wat kaartje gaan zoeken. Maar dat wordt ook leuk. Even kijken. Oh, iets als drama. Oeh. Oh, lekker thuis wou ik zeggen, maar lekker in de kamer. Heerlijk. Toen we zeg maar naar Amerika gingen, was het eerste waar ik aan dacht was SeaWorld. Omdat ik zoveel films heb gezien, onder andere Free Willy en ja, allemaal dingen. Maar ik heb ook Blackfish gezien, een documentaire op Netflix over hoe erg het is dat dieren in het pretpark worden gehouden. Dus ja, daar ga ik niet heen. Maar aan de ene kant vind ik het dus zeg maar wel heel jammer, omdat ik vroeger heel erg daarna heb zitten kijken en altijd een soort van, was een soort van grote droom voor mij om er ooit naartoe te gaan. Maar nu ik er ben, denk ik van, ja weet je, ik kan er wel naartoe, maar ik sta totaal niet achter de manier van, de manier waarop zeg maar, zij ermee omgaan met dieren. Ik vind namelijk niet dat een orka in een zwembad hoort te zwemmen en kunstje doen voor mensen die daar ook nog eens heel veel geld voor betalen. Dus ja, dat. Dus we gaan lekker naar Disney. Gaan we lekker met Pluto en Donald Duck en al die gekken gaan we lekker mee op de foto. En die zijn natuurlijk ook leuk. Ik ga nu met mijn moeder eten. Ja, en dan snel wachten op Shane en dan lekker slapen. Ik zie dat ik helemaal ben vergeten de vlog van gisteren af te sluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal en om een duimpje achter te laten. Ik ga nu naar Disney, dus dat zien jullie morgen in de vlog. Doei!